Nog anderhalve week en dan gaat het eerste internationaal kamermuziekfestival Ede van start. Afgelopen woensdag vond de officieuze aftrap plaats tijdens een speciaal previewconcert als voorproefje op het festival. 12 concerten en evenementen in en om de Edese Concertzaal met internationale topmuzici onder leiding van pianiste Anna Fedorova. Tijdens het festival laten Anna Fedorova en Friends u genieten van kamermuziek in al haar diversiteit. Wat dacht u bijvoorbeeld van het Forelle Quintet van Schubert, het Octet van Mendelssohn of de muziek van Piazzolla tijdens het Late Night Tango Concert? Als de preview representatief is voor wat er straks gaat gebeuren, dan kan Ede trots zijn en dan zou ik tegen ieder Edenaar zeggen, beste mensen, als je niet komt, heb je heel wat gemist. En kunt u er niet bij zijn? Dan hebben we een leuke verrassing voor u. Ik werk voor het Radio 4 programma Max Avondconcert en wij hebben de eer om het openingsconcert van het Internationaal Kamermuziekfestival live op te mogen nemen. Dus iedereen in heel Nederland kan het live meemaken op Radio 4 en we kijken er heel erg naar uit. Nou, het was een prachtige proloog en dat schept veel verwachtingen naar een heel afwisselend en boeiend programma over 2 weken. Dus ik zou iedereen aanraden om erheen te gaan. We hebben ontzettend veel ambassadeurs erbij gekregen vanavond. Gezien de enthousiaste reacties, de mensen waren ontzettend blij. Waarom ik het georganiseerd heb? Ja, om mensen blij te maken. En de klassieke muziek moet meer in het leven komen, wat mij betreft. En dat kan mooi met het Hemelvaartsweekend. Dat past precies bij Hemelvaart. De muzici die hebben een heel afwisselend programma neergezet. En de Beuzendorfer die klinkt zoals ik hem nog nooit gehoord heb. Everybody had a lot of fun and we all felt very inspired and very festive and it felt already like a beginning of the festival, so we can say that the opening has happened. Tonight's concert we had mostly the pieces which are also going to be performed at the festival, so it's a little bit of a preview of the festival with maybe different combinations of artists playing the pieces but which are also going to be performed in 2 weeks. This is something that's not to be missed because it's once in a lifetime opportunity to come and hear amazing people and especially this particular group of people. Kom ook naar het eerste internationaal kamermuziekfestival Ede, dat plaatsvindt van 25 tot en met 28 mei.